Yo jongens en meisjes, mijn naam is Acuria Gaming en welkom terug bij een nieuwe KAS Open Cat Managers Carrière Mode. De vorige aflevering hebben we eigenlijk goed gespeeld. 4-2 gewonnen van KVO Stende, 0-2 gewonnen van Charleroi en 1-0 gewonnen van Zulte Waregem. Deze aflevering moeten we tegen Mechelen, Antwerpen en Genk. De twee laatste ploegen zullen niet gemakkelijk zijn. En ik denk dat daar onze eerste verlies wel... dat is wel binnen handbereik, jammer genoeg. Ik ga de training simuleren. Want ik doe dat echt niet graag, die trainingen. En ik kan dat ook absoluut niet. Laat zeker achter in de reacties wat er eigenlijk beter is. Ik heb eigenlijk het gevoel dat de trainingen, dat je het zelf doet, beter is dan dat je het simuleert. Oké, we hebben hier ook een transferbod voor Jens Kools van Nîmes Olympic. Ja, we gaan dat gewoon afwijzen, want we hebben de Jens sowieso nodig. Nog één trainingsje, dat ga ik ook allemaal simuleren totdat ik misschien in de reacties heb gelezen van ja, het is eigenlijk beter dat je die allemaal doet. Dan ga ik dat wel allemaal skippen, want ik denk niet dat dat voor jullie leuk is, maar dan ga ik het wel zelf doen. Het is nu tegen Mechelen in Mechelen. Ja. Mechelen is ook niet een gemakkelijke ploeg. Die staan wel lager dan Antwerpen en Genk. Dat misschien wel een beetje logisch is wel. Alle respect wel. Ze staan 14 dus met 3 punten. Ze hebben 1 keer gewonnen. En voor de rest hebben ze alle... De rest hebben ze verloren, want we hebben nog maar 4 matchen gespeeld. Buiten Genk heeft er al 5, of Gent heeft er al 5 gespeeld en Brugge. Hoeveel is dat geworden? Dat gaan we zelf zien. We gaan er even de spanning inhouden voor de Brugge-fans die kijken. Maar ja, wij staan eerste, dus wij hebben eigenlijk op papier misschien, in dat tabel dan wel misschien wel voordeel. Maar ja, het moet nog steeds op het veld gespeeld worden. En ja, laten we, ik denk dat we in het wit moeten spelen, niet? Nee, in het zwart, oké, dat is goed. Ik probeer het zo realistisch mogelijk te houden, natuurlijk. De teammanagement. Preveljak begint sowieso in de spits. Carcelo González sowieso op de rechtsvoor. Babi op de linksvoor. Dan ben ik aan het denken... Moussona of Emencia op de CAM. Ik denk dat ik gewoon voor Moussona ga en Peters is niet 100% fit, maar ik ga hem toch laten staan, want we kunnen hem niet missen natuurlijk. Voor de rest blijft iedereen eigenlijk gewoon staan, dus eigenlijk is gewoon de opstelling die er eigenlijk stond. Op de banks zit sowieso Kone, Ngoy, KMB, Kylian Hazard, Agbadou. En Mensje en de Wolf. Boffin keept. Hij heeft nog niet echt een goaltje binnengelaten. Ja, oké, tegen Oostende heeft hem er 2 binnengelaten. Ja, wel juist. Maar ja, dat kan gebeuren. Laten we beginnen. Season. In contrast, the visitors have been the most prolific of all the sides in front of goal. Yeah, you feel the majority of the football is going to be played in one half, that's for sure. But you just wonder though, if it's tight in the first 20 to 30 minutes and the fans get involved, then maybe we'll see some entertainment. Here is the lineup for the hosts today.
an element of caution about this selection. Yeah, 4-5-1, Derek. The five players behind the lone striker will need to support him. Looks a very strong midfield offensively and also defensively. The back four will be protected throughout the game. This is the lineup for the visitors today. Okay, ja, de afstelling van Mechelen is toch niet echt aanvallend precies. En ik snap niet dat onze dingen, we staan op een 4-3-3 en toch is dat twee spitsen. Hoe? Hoezo zelf? Wacht, staat mijn opstelling wel juist? Ja, dat staat juist. Allee, ja, sorry voor mijn dialect. Wat? Oké. Okay. Wow. Oh goed, moest zo naar direct druk zetten en direct een goaltje prikken in Mechelen. Dat zou echt heel leuk zijn. En Boffin kan hem gemakkelijk plukken. Misschien was het niet echt een gevaarlijke voorzet, maar het is wel een klein kansje. Babi. Naar Stef Peters en Stef Peters maakt hem 0-1. Jawel, dat is toch de goal dat wij willen. Lekker dan. Oké. Nu moeten we gewoon verdedigen. Verdedigen. Oké, ik weet. Aanvallen is eigenlijk de beste verdediging. Dat hebben ze mij allemaal gezegd. Dus ja. Gaan we gewoon verdedigen of gaan we gewoon blijven aanvallen? Ik weet het niet, want ja. Als we blijven aanvallen gaan de spelers natuurlijk ook wel moe zijn. En dan kunnen ze niet deftig verdedigen. Ja, ik weet niet. Ja, het is ook nog maar 0-1, hè, snap je? Ik wil liever met een 0-2 dan van het veld stappen dan met een 0-1. Dus ja, we maken er wel misschien nog eentje. Misschien krijgen we er een tegen, wie weet. Haters. Mooie bal. Babi. Met de lage voorzet, maar nee, nee, nee. Dit is helemaal geen kantje zelf. Engval. Amat. Oh, ai, ai, ai. Engval. Ja, ik weet niet hoe ik dat zijn naam moet uitspreken. De kans van Mechelen en de schot. En de chance dat hij niet kon koppen, want dan zat hem er wel in. En we steken Gersela González diep. Met de voorzet naar Mersona. Mersona met de volley en jawel. 0-2 na 25 minuten spelen. Ja. Staat het moeilijkheidsgraad nog te gemakkelijk? Dat kan hij toch niet? Allee. Ja, we moeten ze bieden tegen Antwerpen voor Genk, dus ja, ik kan niet in de lucht vliegen nu. Mijn voetjes blijven op de grond. Maar ja, 0-2. Mooi goal wel, mooi goal. Laag in de korte hoek. Moeilijk voor de keeper. Ja, Moussona prikt zijn goaltje ook. Die gaan we wel missen, denk ik, als hem terug naar Anderlecht moet na het seizoen. Maar we gaan hem proberen te kopen, denk ik. Maar hier is dan toch nog de kans voor Mechelen met Storm. Naar Schoofs. Schoofs kan naar binnen komen. Gaat naar binnen schieten en jawel. De 1-2 van Joachim van Daan. Ja. Dit bewijst dan ook maar weer dat je met een 0-2 voorsprong gewoon niets moet achteroverleunen en moet denken van staat de moeilijkheidsgraad te gemakkelijk. Want ja, je krijgt nog altijd al tegels, dus ja, het is niet altijd dat dat dan toch naar je niveau staat, maar toch. Hier is Gersela González, maar ik denk niet dat hij hem kon doen. En die goal was misschien ook wel slecht verdedigd. Preveljak! Preveljak! Maar jawel, hier is direct het antwoord. 1-3 na 37 minuten. Jawel, mooi. Onze topspits. Jawel. Moet ik eerlijk nog jawel zeggen. Ik ben er niet voor van dat wij zo rap kunnen antwoorden eigenlijk. Ja, dat is ook wel... De focus van Mechelen lag er dan ook wel niet heel goed bij precies. Normaal moet je gefocust zijn en... jagen naar de 2-2, maar... Nee, krijgen ze de 1-3 op een smoel. Dus ja. Crosses in the box. En dan nog eens een fout voor ons. Was wel een slechte pas voor Moussona, maar ja, hij kon ook niet weg. Dus
Allee, ik kon niet weg, want ja, ik bestuurde mannetjes. Ik bekijk het soms door realistisch. Babi naar Prevljak. Prevljak laag over de grond en 1-4. 1-4 voor de rust, dat kan toch allemaal niet? Mechelen, wat is er aan de hand? Ik denk nu ook wel dat offside is, ik weet het niet. We gaan Sewis de goal eens terug bekijken. Dan gaan we zelf oordelen dat het eigenlijk offside was of eigenlijk niet. Ik probeer de video's wel wat leuker te maken met een beetje te analyseren. En we hebben weer al een open tenue aan, maar hoezo? Hoezo? Is dat voor mij stiekem ook op veld te laten spelen? Maar ja, dan heb ik wel een verkeerde tenue aan. Dat gaat wel een beetje opvallen, denk ik. Verdedigd van Jens Kools. Gaan we hier nog een aanval doen? Ja. Musona met schieten. Nog eens? Nee. Dat is gewoon met mijn gehaper dat ik die niet scoorde, denk ik. Maar het is rust. 1-4. Ja, we zullen de goal eens analyseren, hè. Ah, wacht. De andere ploegen. KV Kortrijk, OA Leuven staat het bij de rust 1-1. KC Genk, Excelsior, Mouscroen 0-0. En ik denk toch dat de Excelsior Mouscroen is. En na een kwartier spelen staat bij Royal Antwerp FC Sint-Truiden 0-0. En dan gaan we nu de goals analyseren. Oké, vanaf hier begint het. Maar ik denk eigenlijk niet dat het echt offside is. Hij geeft hem nu. Deze is wel interessant, hoor. Ik ga... Ja, Prevljak staat... Staat hem nu gelijk of staat hem nu niet gelijk? Ik ga het dus van een andere punt proberen te bekijken. Ja, nu net niet. Ja, is hem offside? Ik denk het net niet dat ze gelijk vertrekken. En dat Prevljak zo... Eigenlijk, ja, laag over de grond. Allee, ja, eigenlijk is het niet laag over de grond. Eigenlijk kon de keeper hem best nog wel hebben. Maar ja, wel in de verste hoek. Dus ja, mooi. En op naar de tweede helft. Hermans gaat eruit voor Van Lerbergen. Ja, ik ken de spelers totaal niet van Mechelen. Dus ja, Van Lerbergen, oké. Ja, Hermans, je kon beter bij Antwerpen leven zijn. Allee, op FIFA. En dicht is hem niet goed. Allee, niet slecht bezig, denk ik dan. Garcelo González, hier. Gaan we de 1-5 binnenprikken. Naar binnen, Prevljak. En de 1-5, jawel. Boeken toe voor Mechelen. Dat misschien wel al na de 1-3 een boeken al kon dicht doen, denk ik. Ja. Laat Mechelen zich gewoon te gemakkelijk passeren, of... Is een moeilijkheidsgraad dan toch te gemakkelijk? Ik weet het niet. We gaan Stef Peters eruit halen voor KMB. Hij kan gaan rusten, want hij moet sowieso toch wel fit zijn voor tegen Antwerpen. Maar ja, mooie goal. Gewoon kort in de hoek. Pats. Oh, een fout van Mechelen. Moussona. Prevljak gaat schieten. Ochi. Stel je voor dat die daarin had gezeten. En Kools voor een mensje. Ja, een mensje kan wel centraal. Maar ik ga Kools laten staan, denk ik. Ik denk dat ik hem tegen Antwerpen misschien wel rust ga gunnen. Ik ga nu wel mijn andere wissel inbrengen. En de laatste wissel weet ik niet wanneer dat ik hem ga inbrengen. Maar ook Kools. Ai. Carcella. Maar toch een gele kaart, jongen. Hey. Dat is een eerste fout. Dat is eigenlijk de eerste fout in de hele wedstrijd. Oké, ja, dat is misschien wel geel. Laat maar. Ik zag het niet te goed. Ja, ik heb toch besloten om Kone eruit te halen. Erin te laten gaan voor Prevljak. Te laten invallen. Mooier. Dat klinkt mooier. Maar ja, dat is nu wel gevaarlijk dat Carcella zijn niet zijn tweede geel gaat pakken. Want dat is, zou heel slecht zijn voor tegen Antwerpen. Wat kan hij doen van hier? Oh, de kans voor Mechelen. En de goal van Mechelen. 2-5.
We zijn er duidelijk niet blij mee met die tegengoal, maar het is 2-5 en het is niet de 2-2 wat daar ze eigenlijk al een hele wedstrijd op naar op zoek zijn, denk ik. Slechte pas van de Mensja. Maar ja, oké. Slecht verdedigd misschien ook. Ik weet niet. We gaan zelfs de twee goals ook nog analyseren, want dat ben ik vergeten in de rust. Adriano. Oh, hey! Mag ik dat zo maar? Oké, schiet hem maar en... Oh! Ja, 2-6. Oh, wat een monster scoren in Mechelen. Oei. Ja, de keepers en safe mager wel zijn ze. En net langs de paal schuurt de bal. En zo kan Kone zijn eerste goal toch ook meeprikken. Net naast de paal. Oké, ik had ook wel blij geweest moest Adriano zijn goaltje meepikken. Als een verdediger scoort, is dat wel is leuk. En het is gedaan. 2-6. Ja, Antwerpen. Mechelen. Sorry. Mechelen, ja. Een hat-trick voor Preveljak. Ja. Preveljak is heel goed bezig. Dan gaan we de tegengoals eens analyseren. Oké, hier is de eerste tegengoal. Dat de bal bij het schoos kwam. Slecht verdedigd van Poulet. Dan kan hem zo naar binnen komen en dan staat hier. Is dat Adriano? Ik wil even kijken. Oh, is dat Adriano? Nee, Vitinho. Ik ga even terug naar televisie. Dat is tele, ja. Vitinho ziet wel dat hij vrij staat. Ik weet niet wie dat er gescoord heeft. Mijn geheugen is echt ver weg. Maar dan hier, ja. Mooi ook binnengeprikt. Direct gewoon in één tijd. Ja, dat is mooi. Ah, Joachim van Damme was het juist. En dan de goal van Nicolas Storm. Hier draait de speler mooi weg. Heeft de bal nog steeds. Dan tackle helemaal verkeerd. Dus eigenlijk als ze neerging was penalty geweest. Maar hij blijft doorgaan. Hij schiet. Boffin redt hem. Maar dan is Nicolas Storm die eigenlijk echt helemaal alleen staat. Gewoon direct al van het begin van die actie. Ziet je Adriano naar de nummer 8 gaan. In plaats van dat de 26 naar de nummer 8 gaat. En dat KMB naar de andere man daar gaat. Nee, ze doen het niet. Dus Adriano moet bijsluiten, zal ik maar zeggen. En dan staat hem eigenlijk gewoon alleen voor open goal en kan hem zo makkelijk scoren. Ja, dat is eigenlijk slecht verdedigd van ons. Maar ja, we zijn gewonnen 2-6. En nu de interview. Wat vond je van zijn sterke debuut? Die heeft al zijn debuut gemaakt. Maar ik wil hem niet onnodig onder druk zetten. We gaan de debutanten nooit onder druk zetten, want ik denk niet dat dat heel goed gaat zijn. Had je verwacht dat Preveljak vandaag een hat-trick zou maken? Ja, dat had ik niet verwacht, maar ja, hij is een topvorm. Hij is een topvorm. Allee, vandaag niet alleen. Hij is eigenlijk altijd een topvorm. We hopen dat hij zo lang in vorm kan blijven. En had hij een spannendere wedstrijd verwacht? Ze verdienen alle lof. Dit had ik niet verwacht of geen uitdaging. Ze verdienen al lof. Ik wist ook niet dat we in Mechelen gingen winnen. Mechelen is meestal de ploeg dat je niet moet onderschatten. Maar ja, we hebben gewonnen. En dat is het belangrijkste. De andere wedstrijden was KV Oostende Charleroi 0-4. K-agent Club Brugge 0-1. Antwerpen speelt gelijk tegen STVV. KV Kortrijk speelt 2-2 gelijk tegen OA Leuven. Genk speelt gelijk met 0-0 tegen Moes Kroen. Wij winnen met 6-2 van Eupen. En Anderlecht wint met 3-0 van Beerschot. Cercle Brugge speelt 1-1 tegen Standaar. En Zulte Waregem wint met 3-1 van Waasland Beveren. Dan is de top 4. Wij op nummer 1 met 15 punten. Kaarsen Genk op 2 met 11 punten. Moes Kroen op 3 met 10 punten en Waasland Beveren op 4 met 10 punten. En Standaar staat eigenlijk 5, dus met ook gelijke punten met Waasland Beveren. Ja,
We moeten uiteraard nog twee wedstrijden spelen, dus alles kan nog. We staan 4 punten voor op de nummer 2. Maar ja, er zijn 6 punten te verdienen. Ik weet niet tegen wie Genk nog moet, zelfs. Genk moet nog... Ah! De Limburgse derby tegen Sint-Truiden. Ja. Oh! Finland wil mij als bondscoach. Ja. In mijn vrije tijd ben ik eigenlijk iemand alleen antwoord op de grote ploegen. Maar laat zeker achter in de reacties. Moet ik naar Finland gaan als bondscoach? Ja of nee? En dan, ja. Zien we wel. En dan de wedstrijd tegen Antwerpen. Een persconferentie gaan we zeker bijwonen. Dat is wel leuk om te doen. Houden jullie je winreeks in stand? Deze reeks zal worden voortgezet. Ik richt me op succes op het lange termijn. Of we zijn geweldig in vorm. We zijn wel geweldig in vorm eigenlijk. Oké, we hebben de laatste twee wedstrijden wel 4 tegengoals geslikt. Maar ja, wie weet. Is er een kans dat Royal Antwerp FC zal winnen? Ons spel is ver van perfect. Nee. Er is een goede kans dat we gaan winnen. Die mogelijkheid is er. Ja, die mogelijkheid is er altijd wel. Antwerpen is niet de slechtste ploeg van de hele competitie. Mechelen ook niet trouwens, maar ze hebben het gewoon te gemakkelijk weggegeven. Gaan jullie nog spelers verkopen voor het sluiten van de transfermarkt? We hebben alle nodige versterkingen. Overal op veld zijn we goed. We bouwen een sterk team. We willen voor Europees gaan natuurlijk. We willen eigenlijk... De top prioriteit is eigenlijk gewoon de titel. De Europees, dat kan me nog wel een beetje gestolen worden, maar ja. Als je de titel pakt, ja, dan speelt je Europees natuurlijk. En dan kun je denken van, maar is jouw eerste prioriteit dan ook niet te hoog gegrepen? Ja, ja ook. Oké, ik zou ook gewoon blij zijn dat we gewoon net vierde zijn en dat we gewoon play-off spelen. Maar ja, ik richt toch wel op de titel eigenlijk, eerlijk gezegd. En dit is de opstelling voor de wedstrijd. Boffin in doel. Linksachter Vitinho, centraal verdedigend, is Amat en Poulet. Rechtsachter Adriano. In het centraal middenveld Kools en Peter. Centraal aanvallend middenveld is Musona. Links van voor Hazard. Rechts van voor Kersela González. En in de diepe spits hebben we Prevljak. En ja, op de bank is het eigenlijk gewoon de bankzitters die er eigenlijk altijd wel bij zijn. Dus laten we beginnen. En ja, hopelijk pakken we de 3 punten mee. For the hosts, the wing backs are going to be crucial in this setup. You've played in that position, Lee. Yeah, I didn't really like it, and we always thought when we were playing against five at the back with the wing backs exposed like this in this formation that a 4-4-2 can really create a 2v1 down the side, so keep your eye out for that. And the three narrow midfield players supply the support for the two forwards up front. And introducing the visitors lineup today.
Wingbacks are important in this setup. Did you enjoy your experience of playing at wingback, Lee? Not at all under Bruce Roark. It's a very, very demanding role as we fullbacks are exposed both. Laten we eraan beginnen. Let's go. Kylian Hazard. Moussona. Moussona met een slechte pas naar Marcelo González. Ja, we hebben nog altijd geen kans na een kwartier. Dus Antwerp staat toch wel steviger dan Mechelen, denk ik. Moussona. Kylian Hazard. Hey! Ref! Is dat een fout? En dan nog de kans van... Allee, Peters waagt het schot nog, maar... Allee! Kom aan, jong. Dat is toch fout? Dat is dus onze eerste kans van de wedstrijd na 22 minuten. Hier is de kans van Antwerp en de save van Boffin. Lekker, jongen. Lekker. Goed gedaan. Mooi binnengehouden van Hazard ook. Anders hadden ze misschien terug een kans gekregen. Prubeljak wordt diep gestuurd. Alleen zit te laat nog op zijn nek. Nu niet meer. Afgeven. Oh. Allee, jong. Had hem het iets zachter gegeven, hè? Dan zat hem erin, denk ik. Hier de lange bal naar Buta. Naar Benevente. Gerkens. Benevente. Ah ja, die spits is te goed, Buta. En het is offside. Ja, als je Mbokani al op de bank speelt. Ja. Allee, ik weet niet dat Mbokani hier nog op Antwerpen zat, want ik heb de bankzitters niet kunnen zien. En het is rust. 0-0. Ja. Wat moet ik er allemaal van zeggen? Wij hebben alle twee wel een kans gehad. Alleen net voor de rust moest Prevljak hem iets rustiger geven. En dan kon Moussona hem rustig aanpakken en gewoon binnen duwen. Maar ja. We gaan zien wat het de tweede helft ons te bieden heeft. En hopelijk kunnen wij daar 3 punten uit halen. Ah, Prevljak wordt diep gestuurd. Prevljak, doe rustig. Kalm. Goed aan elkaar, kom met de voorzet. En... als Buffet niet op tijd kwam, dan was het wel heel, heel gevaarlijk geweest. Misschien dat hij hem nog had, maar het zou heel gevaarlijk geweest zijn. Prevljak. Maar nee. Moussona naar Kylian Hazard. Hier moet wel een mooie kans in zitten, hoor. Hazard. Mooi afgedribbeld. Peters. Ah, Leon. Oh, de kans. En de goal van Antwerpen. En heel slecht verdedigd van mij. Kijk. Hier laten we 3 punten liggen. Man. Ja, het is eigenlijk altijd mijn schuld, maar ai. Slecht verdedigd van mij en dan gewoon ook los centraal in midden. En de keeper kan er gewoon niet meer aan. Net niet, kijk. Ai. Ik heb ook mijn 3 wissels er direct opgezet, want het begon eigenlijk wel redelijk... de bal is eigenlijk nog niet buiten geweest, buiten dat nu de goal is eigenlijk gekomen. En hier is nog eens een kans, Gerkens. Maar Amat zat ertussen. Stel u voor dat hij nog in die goal rolde. Amai. So deciding to make a personnel change at this juncture. En ja, de corner. Gaat er hier een kans uitkomen of een goal? No! Nu moeten wij eigenlijk wel proberen te counteren. Ja, die kans zit er eigenlijk al niet meer in. Alhoewel. Kone. Castello González. En Mensje. Maar allee, die pas is ook heel slecht, man. Peters. Fabi. Allee! Godver, doe me, man. Dan halen we die gewoon onderuit. We willen niet. En dat is gewoon een rode kaart, ook waarschijnlijk. Eigenlijk moest je lang afluiten naar F. Ah, is nog maar geel. Allee dan. Dan nog de laatste vrije trap van Antwerpen. Die er niet in zit. En dan is 0-1. Antwerpen pakt de 3 punten. En wij gaan voor de eerste keer onderuit. Heel jammer.
Heel jammer. Ja. Er is ook weinig gebeurd. Je ziet het echt. Die de goal maakt. Mooi, mooi haksje. Mooi haksje naar Gerkens. Gerkens stuurt... ik weet niet wie dat is. Stuurt hem diep. Hij kapt mooi af, hoor. Hij kapt heel mooi af. En ja... Waar Amadsen eigenlijk mee bezig hield, weet ik ook gewoon totaal niet. Want eigenlijk had Peters daar of Kools gemakkelijk daar kunnen ingrijpen. En ja, dan is hem te laat. En dan kan Eduard gewoon mooi. Alleen had misschien Adriano wel op tijd naar binnen moeten sluipen. Want hij ziet dat nu pas van, oh shit, hij komt naar binnen. En ja, dat maakte hem. Ja, het is 0-1, ja. Jullie reeks is voorbij. En nu? Ah, ja. Hier komt het, hè. We hadden die reeks voort moeten zetten. Dit moest vroeg of laat gebeuren. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Ja, dit moest wel eens vroeg of laat gebeuren. Ja, we moeten ook dan nog tegen Brugge, tegen Anderlecht, tegen Standaar. Tegen Genk zelfs nog. En Antwerpen, ja, dat is ook geen slechte ploeg. Dus ja, dat was ook wel een kans, ja. Hoe kon Royal Antwerp FC in de laatste minuten de winnende treffer maken? Gewoon pech. Onacceptabel om wedstrijden zo te verliezen. Ze waren het betere team. Betere team waren ze niet, want het ging eigenlijk gelijk op. We hadden gewoon pech. Gewoon pech. Ja, en ook wel slecht verdedigd. Maar pak dat pech is gewoon. Wat doet deze wedstrijd met het zelfvertrouwen van de spelers? Weinig zelfvertrouwen. Een onacceptabele prestatie, ons zelfvertrouwen is prima, oké. Okay. Het is Antwerpen, het is niet dat we tegen Moeskroen verliezen. Dat zal ons zelfvertrouwen misschien wat minder zijn, gewoon puur omdat dat een mindere ploeg is. Het is ook de transfer deadline dag, ik ga dat ook allemaal skippen. Adriano heeft nog wel iets te zeggen. Hey manager, het gaat de afgelopen tijd echt goed met ons. Je weet hoe blij ik ben dat ik voor jou en deze club speel. Ik vroeg me af of dit een goed moment voor ons was om het over het vernieuwen van mijn contract te hebben. Ik wil weten waar ik sta. Laten we daar naar kijken, zal ik dat maar zeggen. Want ja, ik wil hem absoluut niet kwijt. Oké, we willen hem toch nog altijd dat hem belangrijk is. Nee, hij wil natuurlijk cruciaal. Dat is net hetzelfde eigenlijk, maar ja. We willen hem toch nog maar 1 jaar, want ja, we willen niet dat hem stopt en er zit nog altijd een contract. Oké, dat wil hem ook. Hij wil geen afkoopclausule, ja, dat is ook wel heel leuk. En 7700, we gaan daar 7800 van maken. Ho, wat ben ik allemaal mee bezig? Wat ben ik nu allemaal mee bezig? 7800. Dat is een redelijk aanbod. Oké, mooi. Hou Jos! Nee. Hallo Gaming, ik wil laten weten dat Spezia akkoord is gegaan met de betaling van de afkoopclausule van 3.950.000 voor Prevliak en de onderhandelingen met hem opgestart heeft. We moeten zijn contract sowieso verlengen, dat kan niet anders. Prevliak mag niet weg. Nee! We gaan er alles aan proberen. Neem tijd voor deze beslissing, kom. Je zet de eerste kozen op de formulier. Hoezo zit je dan geen toekomst bij ons in de club, jongen? Matte, zeg gewoon dat je een hoge piet bent en dat je gewoon in een topcompetitie wilt shotten. Nee, why, yo? Oké, kom, contract verlengen. Is dat belangrijk? Nee, ze voelen natuurlijk cruciaal. Jong. Echt, die mannen dat geld ruiken en... Geen verlenging. Hij wil geen verlenging. Hij wil echt weg. We gaan proberen. Voor 2 jaar. 1 jaar dan? Ja! Fuck you, man. Ah, toch? Jawel! Ik had het verkeerd gelezen. Ja. Oh, come on, Prevliak. Blijf gewoon nog 1 jaartje. 1 jaartje. €9000 gaan we hem geven. €9000 salaris. Ja, en tegen bonus natuurlijk weer 55.000. Maar oké,
Oké, als je dan wilt blijven, lekker pik. Lekker. Lekker Prebeljak. Sorry dat ik zoveel vloekte in deze stukje. Hallo manager, ik ben blij je te zien. Ik wil je gewoon zeggen dat het geweldig voor mijn zelfvertrouwen is om te weten dat je nog steeds waardeert wat ik voor het team doe. Blijf scherp. Blijf scherp. Yes! Ha! Transfer van Prebeljak vastgelopen. Besprekingen over de uitlening, zo wouden we die kopen. Van Prebeljak en Spezia zijn afgebroken omdat ze het niet eens werden met de voorwaarden. Ja, eigenlijk is het gewoon omdat wij hem waarschijnlijk een nieuw contract hebben gegeven dat hem toch bleef. En dan is de transfer deadline dag gedaan. Er kan geen transfers meer gedaan worden. We krijgen een bericht van Adriano. Geweldig manager, ik ben echt blij dat je nog steeds waardeert wat ik hier voor het team doe. Bedankt dat je de tijd nam om een nieuwe overeenkomst voor me te maken. Ik voel me nu echt thuis bij de club. Blijf jezelf pushen. Je weet hoe enorm we je waarderen. Sorry dat het zo lang duurde om het te regelen. Je weet hoe enorm... Ja, we waarderen hem echt. Maandelijks verslag jeugdteam. Er zitten niet echt heel goede spelers bij. Alleen de potentiële zijn wel heel goed. Maar ze zijn algemeen echt niet heel goed. Transfer... Afgebroken. Kijk, dat wil toch blijven, maar... Je gaat toch niet spelen. Wat gaat je... Of toch niet heel veel spelen. En dan op naar de laatste wedstrijd van deze aflevering, hè, mensen. Daar is de topper. Club Brugge, Anderlecht op een 4-2 geëindigd. Sint-Truiden wint de Limburgse derby met 1-0. En zo gaat Genk met slechte papieren tegen ons moeten opnemen. KVO Stende, Zulte Waregem 1-4. Charleroi, KV Mechelen 2-2. Standaard Luik, KV Kortrijk 0-1. OA Leuven, KA Gent 1-3, Beerschot, Waasland Beveren 1-1, Moeskroen, Cercle Brugge 1-2. En wij verliezen met 0-1 van Antwerpen. We blijven wel eerstens met 4 punten voorsprong op Club Brugge en op Antwerpen, Waasland Beveren en Genk. Dus Genk wil wel het matchje winnen. Ze gaan het niet opgeven, natuurlijk niet. The cameras are fixed to one man. In fantastic form and the top scorer in the league. Can he add to his tally today? Live. Well, there's no great mystery, is there? We know normally how they're going to play, and it's all about applying as much pressure as possible. Lee, can we anticipate seeing more of the same today? Yeah, absolutely, Derek. If you're really good at something, then why not? They're very good at this. All the team members have bought into this style of play. Backs off and it all falls apart, though. Voor de enige speler dat ik weet dat we echt moeten oppassen is... voor de enige twee spelers, dus Ito en... Onuachu. Voor de rest zijn ze niet echt... ze zijn wel heel goed. Anders zullen ze niet bij Genk spelen, maar Onuachu en Ito moeten we echt in de oog houden. Let's go. Prebeljak, ja, dat is al offside. Oh, is dat niet offside? Waaah! En ik schiet me. Ik was ook stil omdat ik wist... Ja, dit gaat wel niet tot iets leiden. Hier is de kans voor Genk. En Onuachu maakt hem.
the replay, Jimmy. I love a ball into the box. You know that. It's a beauty. But then there's plenty to do from there. He's hit it so well. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. Great strike. Ah, ik heb hem nog gezegd, hè. Voor Onuachu moeten we oppassen. En dan scoort hem nog. Shit, man. Moussona, goede bal naar Prevljak. Prevljak, jawel. 1-1, jawel, jawel, jawel. Direct een antwoord, dat zeker. Dat zeker. We moeten ons niet opzij laten zetten. Peter scoort hier nog. Ik heb net zijn contract verlengd. Ik heb hem met pijn moeten doen met geld. Maar ja, ik vrees er wel voor dat we hem volgend jaar moeten laten gaan. Maar als we Champions League zouden spelen of Europa League, misschien kunnen we hem dan houden. Maar ja, je ziet ook, hij is na zijn contract 26. En ja, dan denk ik, dan snap ik het ook wel dat je bij een grotere ploeg dan open wilt gaan voetballen. Of toch bij een andere ploeg dat. Of toch in een grotere competitie. Ja, ik kan me er niet uit praten. Ik snap gewoon dat je bij een grotere ploeg dan open wilt voetballen dan op je 26. En je hebt niet altijd te willen wat je wilt, hè. Adriano. Ik ga de voorzet gewoon geven. En dan is het Hens. Maar geen penalty. Jammer genoeg geen penalty. Het zou heel mooi geweest zijn. Peters met de voorzet. Dat is wel natuurlijk weer links. Dat kan niet meer werken, alhoewel. Babi kopt hem net naast. Hier is dan nog de laatste kans voor Genk. Goed verdedigd van Kools. En het is gedaan. 1-1. In de tweede helft is er eigenlijk niet heel veel gebeurd. Ja. Dan kijken we maar naar het gelijkspel. Ik ben blij met het 1 puntje. Je ziet dat hier ook weer al niks is gebeurd. Ja. We gaan de goal nog analyseren. Ik weet niet dat ik dat al heb gedaan. Oké, ja. Hier kwam de bal langs links. Hij kan eigenlijk gewoon vrij rondlopen. Hij heeft echt een zee van ruimte. Dus ja, Adriano kon het nu bijbenen. Hij kan hem dan ook nog net op tijd geven. Langs Amad, mooi. En dan staat Onuachu mooi alleen. En dan kan hem zo binnenprikken. Had ik nu al met Amad voor Onuachu gebleven, denk ik dat hij hem niet kon geven. Moest hem zelf gaan. Maar ja, dat is allemaal. Daar moeten we wat leren. Jammer. Hoopte je vandaag op een overwinning? Blij met een gelijkspel. We hebben geen verklaring. Ja, ik had vandaag een zege verwacht. Ja, ik had wel een zege verwacht, maar ik ben ook wel blij met het gelijkspel. Want we konden ook wel even goed met 3-0 de poten gaan. Of met 2-0 of met 2-1. Of maakt allemaal niet uit. Een zwaar bevochten wedstrijd. Wat vond je ervan? Twee sterke defensies. Ik begrijp het, de frustraties van het team. We hadden moeten winnen. We waren gewoon twee sterke defensies. Na de 1-1 was het eigenlijk gewoon alle twee gewoon echt alles op slot. Ook al heb ik niet op verdedigend gedrukt. Is jullie onvermogen om Hirovski, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, te stuiten op de reden dat jullie falen. Concentreren op wat beter kan. Hij is een heel goede speler. Ik was teleurgesteld in ons eigen spel. Concentreren wat er beter kan. We hebben een verdedigend foutje gemaakt. En zo is de 1-0 gevallen natuurlijk. Ik was echt teleurgesteld. Ja, ik heb hem niet erop gezet, Kayembe. Omdat ik gewoon... Ja, ik wou gewoon aanvallend... beter... Allee, ik wou aanvallend spelers erop hebben. Dus deze training gaan we simuleren. En dan gaan we eens kijken wat de andere ploegen gedaan hebben. Oké, de andere ploegen. We gaan eens kijken wat de andere ploegen hebben bereikt. Allee, hebben gespeeld. Kaarsen, Genk, open, ja, natuurlijk 1-1. Zultewaring en Beerschot, 0-2. De topper, KA Gent, Standaard Luik, 2-2. Cerkelbrugge, STVV, 1-1. Antwerp gaat met 0-2 onderuit tegen Charleroi. KV Mechelen, KV Oostende, 1-1. KV Kortrijk, Moeskroen, 1-2. Waasland Beveren, Clubbrugge, 1-2. En Anderlecht gaat met 0-1 onderuit tegen OA Leuven.
Ja, wij sluiten de video af met een 2 punten voorsprong. We staan nog altijd de eerste met 16 punten. Club Brugge staat tweede met 14 punten. Moes Kroen staat derde met 13 punten. En Kaarsen Genk staat vierde met 12 punten. We blijven dan toch nog leider op het einde van deze aflevering. Maar gaat dat nog lang duren? Bolivia en Wales gaan me binnenkort waarschijnlijk contacteren voor bondscoach te zijn. Ja, laat zeker achter in de reacties dat ik bondscoach moet worden van Finland, ja of nee. En dan kan ik nog één ding zeggen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Beloon dan zeker met een like. Ik zou zeggen, join de Acuria Gaming Club door op de abonneerknop te duwen. Het is gratis. En vergeet dan ook niet op dat belletje te duwen. Dan weten we wanneer ik iets upload. En hopelijk zie ik je terug bij een andere video. Ciao.